Dit soort auto's hebben gewoon altijd in de ereplaats. Toch? Hoe lang heb jij hem eigenlijk? Haal je trouwens? Hoe is het? Ja, goed. Hoe lang ik deze heb? Ik denk nu een jaar of 8. En ik heb hem uit Washington, komt hij. Toen ik hem kreeg, ik kocht hem eigenlijk via een internet. Ja. Uiteindelijk is hij naar Waalwijk gegaan. Dit hadden ze zwart gespoten, dus met een dremeltje heb ik het uiteindelijk helemaal weer deze kleur gehad. Dit was eruit. Super. Dit heb ik op maat moeten laten maken. En zo ben ik eigenlijk altijd aan het klooien. Moet ik wel zeggen, dit is wel mijn... Dit vind ik de mooiste. Ik heb er gelukkig een aantal. Van je andere ouders wil ik ook wel weten. Dus laten we lekker naar binnen gaan, dan lullen we daar even verder. Leuk. Hoppa. Is die vet of niet? Alles meegemaakt, maar ik had hem nog niet in het echt gezien. Hij is echt super gaaf. Ja, maar kijk, zo wilde ik hem hebben. Dit was de vision. Weet je ook, wit, hoogglans, zwarte onderdelen. We gaan hem binnen, gaan er lekker op kwetsen. Ja, kom. Welkom bij alweer de derde aflevering van Invited Online. En vandaag wederom twee bekende Nederlanders, kun je wel zeggen. En we hebben Jeroen van der Boom. Hartelijk welkom. Leuk dat ik er mag zijn, man. Ja, leuk, top. En Jozef Klubanski. En ik merkte net al, toen jullie aankwamen, jij kent Jeroen wel van zijn werk, maar jij kent Jozef weer niet. Nou, oké, iemand kennen van zijn werk, je weet wat iemand doet. Ja. Ik heb even gekeken natuurlijk op internet, naast wie ik kwam zitten. Dat was wel echt indrukwekkend. Jozef, kun jij eens even heel kort vertellen wie je bent en wat je doet? Ik ben begonnen als eigenlijk vanuit mijn studie als artist. Ik kom uit een vrij creatieve familie, maar ook uit een zakelijke familie. Dus ik heb eigenlijk beide in het bloed zitten. En ik ben eigenlijk begonnen met art maken vrij spelenderwijs, toen ik nog bij mijn ouders woonde. En vond al vrij gauw een publiek voor dat werk. En dat is vrij snel uitgegroeid tot iets heel bijzonders, ja. Maar met social ben je natuurlijk ook wat dat betreft altijd zichtbaar. Ja. Ik heb dat heel fanatiek opgepakt, omdat... weet je wel, waar zie je kunst eigenlijk? Kan in een museum zijn of in een art gallery. Maar over het algemeen weet je wel, bezoeken mensen dat niet dagelijks. Dus ik had zoiets van social media is eigenlijk een soort van permanent museum waar mensen wanneer ze willen kunnen kijken wat er nieuw is en wat voor nieuwe tentoonstellingen gaande is. En in mijn geval ook volgen in de studio hoe het gemaakt wordt. Ja Jeroen, ik ken je al heel lang. Ik ken je niet heel goed, maar we kennen elkaar al heel lang. Ja. Ik ken wel dat ik ooit bij Cadillac werkte. In Barcelona was een optreden met allerlei danseressen en jij... Kan daar weer de bühne op. Ja. Ja, want als je dit hoort van heel veel jaren aan het werk, jij bent ook echt al heel lang bezig, hè? Ja, ik speel vanaf, ik denk mijn 11e, 12e, begon ik met mijn eerste bandje, was ik wel actief als bruiloft- en partijzanger. En ik wilde dat ook worden. En als je nu kijkt naar wat je nu hebt gedaan en bereikt, en nu is het voor mij wat jij hebt op social media, ben ik de laatste jaren veel meer in concepten gaan denken. Dus toppers zijn we aan het uitbouwen, dat doet het nog steeds goed, wat je er ook van vindt, er is een markt voor. En als je kijkt naar Holland Sint Hazes, dat zijn bijvoorbeeld ook concepten. Dus ik vind het ontzettend leuk om met bestaande muziek, ook bestaande muziek weer op een nieuwe manier uit te vinden. Een van de meest bijzondere autoverzamelaars is Job van Oostrum. Hij woont gewoon in Nederland en heeft een waanzinnige collectie auto's. Wat hij vandaag aan jullie wil laten zien, is vooral zijn Shelby collectie. Nou, het is zover. We zijn op de plek des onheils. Nieuwegein. Job van Oostrum. Schijnt hier een echte cobra te zijn. Hey Job. Alexander. Hey, goed je te zien, man. Ja, hallo. Dat is heel wederzijds. Ja. Een tijdje geleden alweer. Dat is een tijdje geleden. Leuk om hier weer te zijn. Hey, ik kom met de Shelby Cobra vandaag, hè? De Cobra. Ja, nou, daar staat hij. Je bent er gewoon langs gelopen, jongen. Het was niet wat je zocht. Nee, dat zou ik niet. Je wou de echte zien. Ja, dat wou ik wel, ja. Daar staat hij dan. De echte Shelby Cobra 427. Deze is helemaal nieuw opgebouwd. Dit is een nieuwe auto te noemen. Nou, een paar keer gas geven van het voorzijde. Ja, dit is wel anders dan die trapauto die daar staat. Kijk, als leek, hè, ik zie de DNA van de Mustang. Ik zie de neus en de ogen. Ja. Dat is waar. Maar je had het net even, dat wist ik echt niet, Shelby, dat was een persoonlijkheid. Carroll Shelby was een coureur. En die jongens zijn natuurlijk ook wereldkampioen geworden. Shelby heeft toen zijn auto's gemaakt. Die zijn altijd de strijd aangegaan met Ferrari. Een hele goede coureur, een goede technicus. Ja, die heeft op een gegeven moment deze auto's gebouwd. Bij een van je andere passies, hè, dan hebben we het over Ford. De Ford, de Mustang. Shelby's. De Shelby's. Zullen we eens even, als er nou...
beginnen daar bij die Mustang die daar staat. Ze worden dus zo eigenlijk als jij er klaar mee bent. En dan maken we zoiets van. En als je dan de motorkap open doet, ja, dan ziet het er heel anders uit. Mustang, Shelby, GT500, KR. En KR staat voor King of the Road. Super Snake. Je hebt hem op circuit een keer gezien? Ja. Dat is me niet bijgebleven, dit geluid. Echt indrukwekkend. Echt super, super gaaf. Nou, ontzettend bedankt. En heel graag gedaan. Tot de volgende keer. Jij kwam hier een keer binnenlopen, toen had je de Maserati GT. Ja. Was je haar nog los? Ja, toen was mijn haar nog los, zwarte Maserati GT. Ik vind klassiekers ook wel mooi. Ik heb 360 Challenge Ferrari gehad, eventjes. Briljant, alleen ik wil wel gewoon dat het allemaal gelijk aangaat, weet je wel? Het moet wel gelijk starten. Ja, dat ging bij mij niet. Ik was 10 minuten laat en ik heb de accu, de oplader ligt in mijn klep. Maar wat is dat wat jij dan met die oude Porsches hebt? Ja, ik ben op een gegeven moment, ik vond dat... Is dat een jongensdroom? Nou, ik vond hem, hij staat me ook wel. Ik bedoel, ik ga ook wel eerlijk zijn, ik rij voor mijn optredens rij ik in de nieuwe Panamera 4S Turbo Diesel V8. Een monster. Maar ik vind het comfortabeler als ik dan vrij ben en ik hoef niet op te rijden. 3 dagen in de week rij ik met die auto, zakelijk soms en met optredens altijd. Ik ben enorm snel afgeleid. In die nieuwe Panamera zit ik daar op te duwen. En dan zit ik daar, oh, mijn stoel gaat leuk, een balletje in mijn rug. Wow, man. Ik denk, oh god. Maar is er nog een ander merk behalve Porsche? Want je hebt hier Panamera, Porsche. Nee? Bij mij is alles Porsche. Ja, kijk, het blijft een interessante discussie, vind ik. Van, weet je wel, waarom kun je niet voorkomen rijden in die auto's? Als jij zegt, van, ik moet naar klanten toe, ik heb meetings, ik doe het niet. Maar ik ben niet zo uitgesproken dat ik gewoon zeg, ik heb een scheid aan. Ik ga in een witte Bentley. Vroeg, die gaat gewoon in een witte Mercedes gaan naar de visboer. Of in een Rolls. En ik denk echt, hé, nee joh, nee. Ja. Pompie, hoe is dat? Ik zeg, ah, top. En ik denk, jezus, dat zou ik nooit doen. Uiteindelijk kies jij... voor zijn supersonische McLaren. Je gaat in één streep naar Kevin. Je laat hem volledig uit elkaar halen en dan? Ja, ik heb gewoon een visie voor die auto en ik wil dat gewoon hoogglas zwart hebben. Dus ik denk, die auto heeft 0 kilometer, die strippen we helemaal. Alles moet hoogglas zwart, die remklauwen moeten fluoriserend geel. Ja, dat is soort van mijn thema. En dat thema, dat doe ik al eigenlijk sinds mijn eerste Ferrari, voer ik dat door. Om, ja, misschien een beetje voor de mensen die John Olsen kennen, die zijn thema heeft, wilde ik ook altijd dat uniek maken. En dat heb ik doorgevoerd ook bij de 570S en ook bij deze. En dat zal ik zeker blijven doen. En de autowereld in Nederland is heel klein, internationaal. Je hebt heel veel carspotters. En die herkennen mijn auto van de kilometer. En ja, die dat is gewoon weer een bekende auto binnen dat kleine wereldje dan. We hebben hem ook goed in beeld gebracht, ook dat hele proces. Dus misschien is het wel even leuk dat we dan even naar kijken. Zo. Hey. Die zit aardig uit elkaar, Kevin. Jeetje joh, wat ben je allemaal van plan? De wensen van Jozef uiteraard. We gaan alle delen die gewoon anthraciet zijn, gaan we hoogglas zwart maken. Maar dit is de eerste McLaren 720 die jij uit elkaar haalt. Dit is dan de eerste keer, en dan begin jij en dan haal je geen moment angst. Nee, van, hoe krijg ik het er in elkaar? Nee, nee, alles wat vast zit kan ook los. Dus, en het is gewoon logisch nadenken, gewoon niets overal aan gaan trekken. Gewoon op je gemak, gewoon deel voor deel, gewoon losschroeven. Ja, dan is dit gewoon appeltje eitje. En de roefscoop? Ja, die wordt op dit moment geprint. Maar wat is hier gaande precies? We hebben het dak even tijdelijk gewoon grijs gerept. Zodat we gewoon in ieder geval die zwarte stickertjes gewoon goed naar beeld kunnen brengen. We hebben het glas even afgedekt. En toen hebben we gewoon het dak gescand. Dat wordt nu in de computer allemaal ingevoerd. En dan wordt hij geprint. Nou, het is wel één ding zeker, het is de enige met een roefscoop. Ja. Dus even over die rally, want we kwamen, je moet je voorstellen, we gaan heel vroeg waren we op. Schiphol, briefing, reizen, erheen, nou daar staat die auto. Regen. Regen.
bergpas. Heel lang niet eten, chagrijnig en toen? Boom! Tegen de eerste bocht. De eerste bocht gingen wij omhoog. En we hielden hem niet. Het is met die oude Porsches. De banden waren waarschijnlijk, was ook mijn eigen schuld. Toch de banden net even te oud, even te hard. Dus dan ging het even een beetje regenen. En dan kwam een loodgietersbusje, een oude Italiaan aan. Want het zijn altijd prachtige dingen waar we rijden. Helemaal door bergjes. En we reden hem vol in elkaar, zeg. Wat me wel opviel, dat is toen met die rally rijden, bij jou ook, was je er ook, ben je echt alleen maar met die rally bezig. Ik nam dat nog wat luchtig op, maar jij gelijk met vergrootglas, kaartje uitmeten. Ja, dat is het spelletje. Dan ben je wel helemaal begeisterd. Ik werd ook tweede toen, moet je even zeggen nog. Hij werd tweede. Hoeveelste was jij dan? 40ste. 40ste, ja. Wat wij wel proberen, en dat heb ik bij jou ook al een keer geprobeerd, maar je moet nog maar een keertje happen, is dat we proberen McLaren ten opzichte van de andere merken, even of Ferrari of Lamborghini of Porsche. Je moet een keertje happen. Dat te laten zien waar de verschillen liggen. En wat wij dus doen op het moment dat een auto wordt afgeleverd, dan hebben wij een samenwerking met Michel Blekenmolen en daar rijden de mensen dan naartoe. En die ervaren dan met Michel, die stapt dan achter het stuur en die gaat niet bluffen en kijken hoe hard hij wel niet kan rijden. Nee, die laat vooral zien hoe het remmen in elkaar zit. Hoe de remmen en de acceleratie en de downforce en de drag. Maar dat vind ik wel leuk. Maar misschien kun je beter heel even kijken, want dan snap je precies maar dat vind ik leuk. Nou, welkom, we zijn er. Heb je er zin in? Ja. Ja, mooi. Zeker. Nou, we moeten even op zoek naar Michel Blekenmolen. Heren, welkom. Lang niet gezien. Hallo, Milko Molen. Michel, Milko, Milko, Michel. Ja, wat we vaker doen. We gaan het verschil laten zien, hè, van de andere. Ja, nou, dit is heel makkelijk te zien natuurlijk. Ja. Het is fantastisch om daar mee te rijden allemaal. Nou, Wilco, we zitten in de auto. Die mij wel aanspreekt, want het is een bloedsnel automobiel. Ja. En nou ja, ik trek de deur al dicht, dat is ook al apart natuurlijk. En ik zal je een paar rondjes meenemen. Ik zet het ESP uit. Wegrijden gaat in ieder geval makkelijk. Ja. Maar alles gaat makkelijk. Je kan er heel lekker relaxed mee rijden. Zullen we even netjes voorrang geven, net de snelweg. Nu zijn de bandjes warm, voel je meteen verschil. Je wordt niet misselijk? Ik vind het helemaal geweldig. Ah. Ja. Zo. Zo. Hoe was dat? Ja, geweldig. Wat heeft hij gedaan? Want ik ben er niet bij geweest natuurlijk. Hij rijdt op 80%, zegt hij. Maar voor ons is dat natuurlijk is dat al waanzinnig. En hij laat het potentieel van de auto zien. En hoe had hij de systemen? Alles uit natuurlijk. Op de allereerste plaats heeft die man natuurlijk een geweldige wagenbeheersing en controle. En dat voel ik, omdat ik zelf ook al vaker op circuit heb gereden. En de auto leent zich er natuurlijk ontzettend voor. Ja, ik hoop dat het de laatste twijfel een beetje bij je weg hebt gehaald. En dan laat ik je verder met rust. Laat maar eens even indalen op je. Ja, indalen. Dat is een tijd geleden. Dan was ik 13. Ik heb een keer per ongeluk de Ferrari 458 op de Europa Boulevard in Amsterdam tegen een boom aangevouwen. En dat was best wel een soort van crime scene. Het ding was helemaal plat. En het was mijn eerste Ferrari, dus ik ging. Het was vlakbij mijn meisje destijds. En ik ging op een gegeven moment, weet je wel, dit is mijn eerste Ferrari, ik moet dat paardje hebben. Die auto lag helemaal in de wrak. Dus ik ren om gereedschap te halen. En ik kom terug en ik wil dat paardje eraf rikken, want dit is mijn souvenir, want die auto is helemaal in de prak. En mensen, we filmen je hier, we weten wie je bent, dit en dat. Ik zeg, het is mijn fucking auto. Hoe oud ben jij? 33. 33? 33, ja. Maar 33 en het dan zo gemaakt hebben, dat vind ik wel echt speciaal. Ja, ik vind het ook echt heel bijzonder. Ja, dat zeg ik ook altijd tegen jongeren. Weet je, die worden geïnspireerd door het verhaal. En ik zeg begin jong, want op het moment als je niks hebt, heb je ook dus weinig te verliezen. En als het dus misgaat aan het begin en je kan fouten maken, dan slaap je bij je ouders gewoon op de bank. Weet je, als je een huis hebt, een hypotheek en een kindje en je bent wat ouder, dan is het heel spannend om bepaalde moeilijke beslissingen te nemen. Kun je echt zeggen dat je je eigen muziek maakt en het maakt verder niet uit wat het land ervan vindt? Of... Nee, maar dat doe ik. Ik heb nooit gedacht, ik ga nu dingen doen. Ik heb hem wel proberen uit te vinden. Ik heb 3 jaar geleden dacht ik ook van, ik ga het anders doen. Ik ga naar Nashville. Met Waylon heb ik 3 weken in Nashville gezeten.
Omdat ik dacht, ik ga een Nederlandse country plaat maken. Kijk, en dat is ook leuk met auto's en muziek. Als je dan gaat kijken naar twee personen, en actueel is dan Waylon. Ik kwam in de studio binnen. Een oude studio waar Elvis had opgenomen, met de piano's en dat. Waylon die stortte bijna te aarde in een gitaardoos en die ging... Oh, ik ruik. Oh, bijna de tranen in zijn ogen. Ik dacht echt van... Maar kunnen even hier de ramen open, joh. Qua auto's denk ik. Oh, dus het is heel gek. Ja, het geluidsitem. Ik ga een bijzondere auto, we starten het en we vragen dan wat voor cijfer geef je aan het geluid. Okay. Kijk, dat ik het jou vraag, is misschien wel logisch, jij zit in de muziek, alleen met geluid bezig. Ja. Jozef, jij komt uit de kunst, ja. Maar boeit het jou ook? Ja, want ik ben een enorme autoliefhebber en verzamelaar, dus geluid is waar het om draait. Maar ik ben wel benieuwd wat dit nou doet met die soort van straight pipe, die lijkt op een oude soort cobra. Ik had vanmorgen ook zo'n geluid onder die Porsche, die 911, maar dat kwam omdat de uitlaat er onderuit ging. Ah, daar is hij. Ja, is wel lekker. Zou het wat kunnen zijn voor je? Een andere kleur of wat? Nee. Nee? Dat is niet je ding. Nee. Ik vind het wel heel leuk om dat te kijken. En als jij er zo in zit, vind ik het wel top. Maar ik zie mezelf, ik denk dat ik het thuis niet doorheen krijg als ik er gewoon in het gooien aankom rijden in zo'n apparaat. Dan denken ze echt dat ik gek geworden ben. Maar nu het cijfer? Dit is wel een 7,5. Ja. Die scheiterig man. 7,5? Ja, 7,5. Dit is voor mij 7,5. Nou, ik vind het een 9. Jij vindt het een 9. Ja, tuurlijk. Harder wordt het niet. Maar misschien is het wat vroeger. Oh, dat is een... Want ik zit er ook over na te denken hoe dat verschil bij jullie zit. Jij dat zie je al, let op. Pak jou, doe jij rechterhand eens. Daar zit, kijk, dit is wel lachen. Ik wil eigenlijk die. Ja. Maar ik heb deze gekozen omdat die minder opvalt. Ja. Dat is heel gek. Ja. Dit is eigenlijk wel een heel mooie match. Dit is precies wat het is. Jij doet het. Een horloge, hetzelfde horloge. Qua kleur. Ik zou dat ook wel willen, maar ik doe dit. Ik hoor een paar dingen bij jullie allebei. Jij hebt het over, nou, je passie ligt duidelijk bij oude Porsches. Ik hoor je bijna nooit over het opknappen van. Zou zoiets bijvoorbeeld iets namaken in de kunst? Is dat... Nou ja, niet namaken, maar wel natuurlijk... Tuurlijk wel. Weet je, er zijn artists en fotografen die hebben bijvoorbeeld zo'n stuk of laatste avondmaal en daar de moderne versie van gemaakt. En dat vind ik wel heel bijzonder. Weet je, je moet respect hebben voor art history. En je kunt inspired zijn bij art history en daar een moderne versie van maken. Net zoals ik eigenlijk gedaan heb met mijn astronaut van de Denker, van Rodin. Dus ik heb het al gedaan. In de autowereld kom je de meest fantastische verhalen tegen. Hoe is iemand aan een auto gekomen en hoe lang heeft hij hem al? Wat is het verhaal achter de auto? Zo kwamen wij Jan van Ekeris tegen. En Jan van Ekeris bezit onder andere een Citroën SM. Je weet wel, zo eentje met een Maserati motor, daar waar Johan Cruijff nog in gereden heeft. En tevens is hij een Maserati vanaf de grond af aan het opbouwen. We moesten erheen. We hebben het vastgelegd. Hallo. Mijn naam is Jan van Ekeris, 58 jaar en ik ben gek van Maserati. Dit is niet de enige Maserati. Ik heb er nog meer. Ik heb een Maserati Kamsin. En daarnaast nog tweemaal een Citroën SM, een coupé en een cabriolet uitvoering daarvan. Het is 1975 en Weiler, mijn vader, die koopt een Citroën SM. Een beetje gek gepraat door mijn oudste broer en mij. En deze auto zal ik jullie ook graag laten zien. En ook vertellen waarom ik van mening ben dat er een goede samenhang is tussen Maserati en de Citroën SM. De overeenkomst tussen Maserati en vooral deze Maserati Kamsin, voorzien van heel veel Citroën hydraulica, naar de Citroën SM toe, is dat de Citroën SM voorzien is van een Maserati motor, een V6 2,7 liter motor. Citroën had zelf alleen maar viercilindermotoren, wilde niet alleen een sexy auto uitbrengen in het hogere segment en daarvoor hebben ze gekozen om in 1968 Maserati te kopen. En ja, dat is voor mij dus de interlink tussen Citroën en Maserati. Het bouwen van een cabriolet doe je niet zomaar. Dat betekent ook dat je dus verstevigingen moet aanbrengen. Zowel hier in de raamstijlen als uiteraard hier in de longerons. Er moeten ook kruisverbanden aangebracht worden om uiteindelijk dus voldoende torsiestijfheid te krijgen in de auto. Het heeft 7 jaar geduurd, ook de kapconstructie maken.
is een enorme hoeveelheid werk. Maar ik denk dat uiteindelijk het eindresultaat er mag zijn. En het is fun in the sun. Bijzonder verhaal, toch? Jawel, maar dat is wel, in mijn ogen is dat dan wel, ik meet me niet aan dat soort, ik heb ook voorbeelden van mensen die echt unieke dingen, grote, ik zit daar niet in. Bij mij is het echt een beetje, ik noem het altijd een beetje hobby voor ik ben midlife crisis? Nee, dat niet. Maar hobby voor... Heb je die gehad? Of? Nee, ik denk dat mijn hele leven één midlife crisis is, ja. Want ik vind het altijd nog wel leuk om een beetje mee te doen. Maar jullie kunnen allebei wel echt enorm trots op jezelf zijn, toch? Als je nou in de spiegel kijkt, ja, jeetje, wat hebben we het over? Jij bent 46. Ik ben niet trots op mezelf. Ik herken dat ook wel. Je moet zeggen, dat heel erg trots zijn op jezelf, dat gaat niet. Mensen kunnen de hele tijd zeggen van, wauw, wat je gedaan en wat je bereikt hebt, maar dat komt gewoon niet aan. Je wil humble blijven en ik heb mega ambities. Ik wil de grootste artist in de wereld worden. Gewoon, ik wil een brand value hebben van een Picasso. Het maakt niet uit of je in Brazilië bent of in China en je zegt tegen 10 mensen, wie is Picasso, wat is dat? Zegt iedereen, dat is een kunstenaar. Dat is mijn doel. Dus ik wil het hoogst haalbare. Wil je dat ze dan later over Jozef praten zoals wij nu over Rembrandt praten? Nee, maar gewoon, ik heb toch niks beters te doen dan dit. Dus dan wil ik gewoon alles geven. Dus dat is eigenlijk de droom? Dat is de droom, ja. Jij zegt gelijk, ik ben niet trots. Maar wat bedoel je daar precies mee? Ik heb altijd het gevoel gehad, en nog steeds, en daarom verander ik denk ik ook heel vaak, daarom durf ik ook als eerste coach bij The Voice, zei ik gelijk, nou ik ga gewoon. Terwijl heel veel mensen zeiden, nou in de tijd van Idols en een X-Factor, Hollands, ga je nu naar een Voice, dat wordt... Daar was in het begin was niemand zeker van een succes, maar ik ging gewoon zitten. Ik wil alles leren. En ik heb nog steeds het gevoel dat ik het niet heb bereikt. Dat blijf ik houden. Ik ga nog steeds, als het nu over zou zijn, ben ik 46, dan denk ik, shit, ik heb het net niet gemaakt. Omdat ik altijd, ik wil... Dat gevoel zou dus eigenlijk altijd blijven. Nou ja, ik ga ook, en dat heb ik van de week gezegd in de krant, ik ben nu 46, ik ga niet op mijn 50ste in een glitterpak in de Amsterdam Arena staan. En het heeft niets te maken dat ik dat niet wil, omdat Gerard het wel doet of nee, maar ik heb andere ambities. Ik vind het allerleukste om in een markt die verandert, dagelijks aan het werken. Als ik hier klaar ben, heb ik nog 3 afspraken vandaag. En die hebben allemaal met media te maken. En ik merk dat ik daar heel erg happy van word. En mijn bagage van vroeger en van toen mee te nemen. Ja, jij zit ja te knikken, maar dat... Ja, het zijn persoonlijke uitdagingen en dingen die je wilt uitproberen. En dat is uiteindelijk gewoon waar je voor leeft. Wij zijn bezig met doorbraak in Amerika nu. En grote dingen, een beeld van 4 meter in Palms Casino in Las Vegas. En dat soort dingen, dat vind ik super gaaf en ik doe het met mijn familie. Ja, we staan hier natuurlijk boven in de showroom tussen al die prachtige auto's. Ja, het Valhalla, dat is natuurlijk beneden. En dat leek mij wel leuk om daar eens even naartoe te gaan. En dat doen we even op een aparte manier. Ik spring even weg, trek ook gelijk wat anders aan, want dit is niet gepast. Dat is niet goed. Zo. Volgens mij zijn we hier, we komen van boven het Valhalla boven, maar hier is het Valhalla beneden, want zonder de werkplaats is natuurlijk Lammel Exclusive stelt helemaal niets voor. Nou, langs de A2, prachtig pand, dit zie je eigenlijk nooit. En daarom is het juist zo leuk om hier even een kijkje te nemen. We verkopen dan de McLaren 720, in dit geval de auto die hier achter staat. Het is een vrij unieke kleur en de eigenaar van deze auto wilde vooral het interieur ook aanpassen aan het exterieur. Hey Jeroen. Hey Alexander. Nou, om te beginnen eigenlijk de plek waar we nu staan, want ja, waar ben je precies dit mee bezig? Dit is fantastisch. Zoals je hier ziet, hebben we het complete interieur eruit gehaald. Dus het dashboard is eruit, de stoelen zijn eruit, alle trim is eruit. Ja, je begint gewoon met modulair afbouwen. Je begint achteraan en je werkt je weg naar voren toe, tot op het laatste moment dat het dashboard eruit gaat. Maar komt het goed, Jeroen? Alles kan uit elkaar en kan in elkaar. Want er ligt hier gewoon een bouwpakket. Er ligt hier, dit is net Lego. Ik heb alles van waar ik begin en van waar ik eindig. Alles op volgorde gelegd. Als ik dit niet doe, gaat niet goed. Dan gaat het niet goed komen. En hou je ook een zakje over wel eens met wat onderdeeltjes? Nee, nooit. Ik ben Marcel Huizinga. We zijn hier vandaag bij BMS Autobekleding. En we werken op het moment aan een hele speciale McLaren 720. Dit zijn originele fabriekstekeningen met onderdelen zoals die opgebouwd is. Daarin kan je de stiknaadkleur aangeven, welk materiaal,
en welke onderdelen je veranderd wil hebben. Het is misschien wel leuk om te laten zien. Dit is een deurpaneel ontdaan van de originele bekleding. Die ligt er hiervoor. En het is helemaal uit één stuk samengesteld. Waardoor je dus ook een compleet bekleding helemaal opnieuw moet maken. Ik heb hier het voorbeeld, of tenminste het uiteindelijk product, bijna klaar. Dus in leer uitgevoerd met Alcantara. En alle onderdelen weer netjes teruggebouwd. Zoals jullie zien, alles zit weer in elkaar. Uiteraard beschermen we alles nog met folie, want we willen natuurlijk alles tiptop afleveren aan de klant. Ik ben er blij mee, het zit keurig in elkaar. Het is een mooie combinatie. De klant weet uiteraard wel, de klant heeft dit ontworpen. Maar het echte eindresultaat heeft de klant nog niet gezien. Dus dat wordt wel even spannend altijd. We hebben het over van alles nog wat gehad. Ja. Wil je nog wat kwijt? Nou ja, ik vind het vooral leuk dat wij elkaar ontmoet hebben en zien hoeveel raakvlakken we hebben. Zeker als je elkaar dan niet kent en zo komt en denk je van, hé, weet je wel. Eigenlijk heeft ieder mens wel raakvlakken en dat is heel onverwachts. Dat vind ik wel bijzonder. Ik vond het superleuk om hier te zijn en leuk om te ontmoeten hebben, man. Gezellig, heel gezellig. Dankjewel.